In deze video ga ik met jullie bespreken hoe je een bladwijzer in Canva maakt. Sommigen zullen Canva al kennen van in Larry. Misschien, ik heb al gehoord dat sommige leerlingen in het zesde studiejaar daar al eens mee gewerkt hebben. Alleszins, deze video gaat ervan uit dat je er nog niets van kent. En dus het is echt wel op het niveau van een beginner. Eerst en vooral moeten we natuurlijk naar de juiste website gaan. Canva.com. Dat kan je ook makkelijk in Google ingeven. En dan kan je rechtsboven klikken op aanmelden. Niet registreren, hè, aanmelden. En hoe gaan we aanmelden? Wel, als we hier klikken op een andere manier verder gaan, dan kunnen jullie kiezen voor verder gaan met Microsoft. En als je daarop gaat klikken, kan je meteen aanmelden met je office e-mailadres van de school. Dus voornaam.achternaam@svi-gijzigem.be. Nu, ik werk er al een tijdje mee en ik werk altijd met de Google-account, dus in dit geval ga ik wel kiezen voor met Google verder te gaan. Maar nogmaals, jullie kiezen deze optie. Verder gaan met Microsoft. Goed. Ik ga mijn account ook aanvinken. Dit is eigenlijk de startpagina van Canva. Zo begin je aan een nieuw project. Als je slim bent, dan geef je natuurlijk meteen het kernwoord in van hetgeen dat jij wil maken. Dus in dit geval een bladwijzer. En dan gaat hij eigenlijk, als je nu op enter duwt, alle mogelijke schablonen tonen die je kan gaan gebruiken voor een bladwijzer te maken. Opgelet wel, alles waar een kroontje bij staat, dat gaan we straks nog tegenkomen, bijvoorbeeld hier. Dat behoort tot de Pro-versie en dat ga je niet kunnen gebruiken. Je gaat het wel kunnen gebruiken, maar op het einde van de rit, als je het wil opslaan of downloaden, dan gaat die vragen om te betalen. En dat gaan we natuurlijk niet doen. Belangrijk is dat je eigenlijk de bladwijzer die we hier in Canva gaan maken, dat je die zo persoonlijk mogelijk maakt. De bladwijzer in Word was enigszins wat beperkter. Dan moest je toch bepaalde richtlijnen volgen. In dit geval laat ik jullie veel vrijer. Het enige wat ik zeker wel wil, is dat de inhoud van de bladwijzer die we in Word hebben gemaakt, wel ook hier op deze bladwijzer terug te vinden is. En wat bedoel ik met de inhoud? Het logo van de school, de naam van de school, het adres van de school, de naam van je klas en wat we in de brainstorm besproken hebben vorige les, is ook de waarden die wij belangrijk vinden in een klas. En bijvoorbeeld eerlijkheid, respect, vertrouwen. Ja? Die waarden zelf, die kies je uiteraard zelf. En je kan altijd eens teruggaan naar het brainstormbord, waar we eigenlijk iedereen zijn belangrijkste waarden hebben laten noteren. Goed, ik ga er deze uitnemen als voorbeeldje. Ik klik erop en dan kies je voor pas dit of deze schabloon aan. We klikken het aan en dan wordt eigenlijk alles klaargezet voor jou. Het werkt, vind ik persoonlijk, heel gebruiksvriendelijk. Het is heel laagdrempelig. Je klikt op een bepaald element en je kan het meteen gaan bewerken. Dus je kan het verslepen, je kan het gaan verkleinen door de hoekjes vast te nemen. Als je de tekst wil wijzigen, kan je dubbelklikken en beginnen typen. En zodra dat je een element aanklikt, kan je bovenaan kijk, van alles gaan wijzigen. Aangezien ik hier een tekstvak heb geselecteerd of aangeklikt, kan ik dus hier lettertype, grootte, kleur enzovoort effecten gaan toepassen. Zal ik dit bijvoorbeeld, het takje hier met de blaadjes aan, aanklikken, dan ga ik natuurlijk geen lettertype kunnen wijzigen. Dat is logisch, want het is een afbeelding. Maar dan kan ik wel die foto gaan bewerken. Zie? Dus als je iets bepaald wilt veranderen aan een object, dan kan je het gewoon aanklikken. En bovenaan gaan kijken wat de mogelijkheden zijn qua aanpassing. Zie je? Kijk, dus als je klikt op foto bewerken bijvoorbeeld, kan je effectjes toepassen, je kan de kleurtinten wijzigen, of je kan ook een stukje van de foto afsnijden. Ja? Ik ga eerst even teruggaan naar het punt waar ik daar juist zat. Voilà. Nu, als je andere elementen wil gaan toevoegen, dan kan je klikken bij elementen, links. En daar heb je eigenlijk heel veel keuze. Die zelf maar eens gaan verkennen. Gewoon ook weer hier hetzelfde verhaal als daarjuist. Als je een kroontje tegenkomt, dan ga je het niet kunnen gaan gebruiken. Ja? Hoe werkt het eigenlijk? Wel, nogmaals, heel eenvoudig. Gewoon klikken op hetgeen dat jij zou willen gebruiken. En dan wordt het meteen geplaatst in je bladwijzer. En dan kan je terug verder gaan bewerken. Ja? Ik ga deze even terug verwijderen. Tekst gaan we zeker nodig hebben, hè, want we moeten de naam van de school, het adres, de drie waarden enzovoort invoegen. Dus hier kan je eigenlijk
en gaan kiezen wat je precies, of hoe je precies die tekst wil gaan opmaken. Ook hier weer hetzelfde principe. Als je op een voorbeeldje klikt, ja, kijk, dan wordt het meteen eigenlijk ingevoegd. Emmertje om te gaan verwijderen. Voilà. Merk gaan we niet nodig hebben. Deze knop gaan we zeker wel nodig hebben. Hè. Als we een foto van buitenaf, daarmee bedoel ik een foto die niet in de bibliotheek zit van Canva zelf, maar een foto bijvoorbeeld van de klas, hè. Dan gaan we die eerst moeten uploaden in de bibliotheek van Canva. Hoe gaan we dat doen? Wel, we klikken op de knop Upload en we kiezen voor het knopje hier Bestanden uploaden. Voilà. Je gaat naar de juiste map waar de foto staat die jij zou willen gebruiken. Het hoeft niet per se de klasfoto te zijn. Je mag ook gerust een andere foto nemen die je liever zou gebruiken. Dus dat bedoelde ik met wat ik zei in het begin van het filmpje. Zoveel mogelijk je eigen touch geven, persoonlijke touch geven. Goed, ik ga in dit geval de klasfoto uploaden. Ik had hem natuurlijk al geüpload, maar ik wil nog eens de werkwijze hier tonen. En ook hier weer hetzelfde principe. En kijk, als je erop klikt, wordt hij eigenlijk al meteen ingevoegd. Je kan hem ook gerust erin gaan slepen, zie je. En als je hem sleept op bepaalde elementen, bijvoorbeeld hier in het blad, dan gaat hij altijd de foto invoegen in de omtrek van de vorm die er eigenlijk al staat. Ja? Dus op die manier kan je het ook gaan gebruiken. Het veiligste is misschien om eerst gewoon de foto standaard in te voegen door erop te klikken. Dan komt die gewoon mooi in het midden en dan kan je nog verder gaan bewerken. Oké? Okay? Voilà. Ook hier weer, als we een foto gaan bewerken, net zoals er juist, kan je bovenaan gaan klikken om een en ander te wijzigen. Want bijvoorbeeld hier de foto. Als je de klasfoto wil gebruiken, ga je hem zeker ook moeten gaan spiegelen. Dus hoe je dat precies doet, dat kan je dan bovenaan bij de extra knopjes vinden. Goed, tekenen gaan we niet echt nodig hebben, denk ik. Hè, want dan ga je eigenlijk gewoon met een stiftje of een pen er iets op gaan schrijven. Maar dat lijkt mij niet het ideaal om hier te gaan gebruiken. Voilà, goed. Ik zou zeggen, alleszins heel veel succes en vergeet het ook niet te uploaden in de uploadzone. In welk formaat ga je het downloaden en uploaden? Wel, als je klikt bovenaan op de knop delen, dan kan je hier kiezen voor downloaden. De beste optie is PDF afdrukken. Mocht het niet op PDF staan en het staat op PNG, dat is een afbeeldingstype, dan kan je er gewoon op klikken bovenaan en hier kiezen voor PDF afdrukken. En als je dan kiest voor downloaden, dan gaat hij het wel degelijk, als het balkje is volgelopen, ter beschikking stellen in de map downloads. En dan kan je meteen hier klikken op het mapje, kom je in de map downloads terecht. Je verhuist het natuurlijk eerst naar OneDrive, naar Portfolio 6 en dan kan je het in de uploadzone zetten. Veel succes!